We blijven even in de hoek van investeringen, maar wel op een heel ander gebied. Je ziet namelijk dat steeds meer mensen willen investeren in vastgoed in het buitenland. Het bedrijf Droomhuis Spanje helpt Nederlanders bij de aankoop van vastgoed in een heel mooi gebied in Spanje. We bellen met eigenaar Jelko in Murcia, die ons kan vertellen hoe zij dit precies allemaal aanpakken. Hey Jelko. Hallo Eva. Hi, nou welkom in de studio. Dankjewel. Hey, vertel eens even, hoe zijn jullie zo hier terechtgekomen? Ja, wij zijn 12 jaar geleden geëmigreerd met het hele gezin. En 10 jaar geleden, om het even heel beknopt te houden, zijn wij in deze branche terechtgekomen omdat wij de taal spraken. En ze hadden mensen nodig die Nederlands en Spaans spraken. Ja, je benoemt het eigenlijk al een beetje, maar jullie spraken de taal. Waarom was dat inburgeren zo belangrijk? Nou goed, wij komen met een klein meisje en kinderen moeten gelukkig zijn. En als jij in wilt burgeren, moet je tussen de Spanjaarden zijn. Je moet netwerk opbouwen, je moet je gezicht laten zien. Je moet een van hun worden. En als je dat bent, kun je dat terugkoppelen in dit geval naar onze business. En daar kunnen de klanten weer van profiteren. En wie zijn jullie klanten precies en wat kunnen jullie hen bieden? Nou, we hebben verschillende doelgroepen. We hebben de gepensioneerden, investeringsmensen en overwinteraars. En wij kunnen ze eigenlijk in Murcia alles bieden. We hebben het warmste klimaat van Spanje, dus voor de overwinteraars perfect in de winter. Wij hebben een zeer laag instap wat prijzen betreft qua woningen. Dus dat is weer voor de investeerders heel erg mooi. Dus ja, heel veel kunnen wij ze bieden. En alles in het Nederlands. Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor Nederlanders natuurlijk hartstikke fijn is. Je komt gewoon in een soort warm bad terecht. Wat kenmerkt nou jullie werkwijze? Wat ons echt kenmerkt, wij zijn een familiebedrijf. En zo behandelen wij de klanten ook. Als ze bij ons komen, horen ze bij ons en we nemen ze met alles mee. Naar de notaris, naar de advocaat, alle legale documenten. Overal waar de klant heen moet, zijn wij bij. En om ze maar te begeleiden om de goede stap te zetten in Spanje. Ja, en dan mijn laatste vraag. Wat maakt Spanje nou zo bijzonder? Het zwembad, het mooie weer, het klimaat, maar ook de mensen. 'S morgens een kopje koffie openen met een tapasje, met de lokale bevolking. Ja, dat is prachtig. Dat is een gevoel, dat kun je niet vergelijken met Nederland. Dat is zo mooi. En als je ingeburgerd bent, ja, dan is het vanzelf. Je hoort erbij. De relaxheid is geweldig. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop je snel een keer daar in levende lijven te ontmoeten. Hartstikke bedankt. Dank je wel. En heel veel succes met jullie mooie bedrijf. Dank je wel, Eva. Tot ziens. Tot ziens.